Vandaag in Beter. Ik ben Iris en ik snap er niks van dat in een rijk land als Nederland het verschil tussen rijke en arme mensen zo groot is. Dat er 400.000 jongeren in armoede moeten leven. Dat slaat toch helemaal nergens op? Hallo. Hoi. Goedemorgen. Ja, hallo. Goedemorgen. Zo. Jullie willen het hebben over geld. Dat is interessant, ja. Dat ziet er goed uit. Ja. Hoeveel geld hebben jullie eigenlijk zelf? Beschouw je jezelf als rijk of arm? Ik heb echt twee enorme gaten in mijn handen. Dus als ik iets leuks zie, dan, ja, dan geef ik mijn geld ook meteen uit. Okay. Het is zelfs zo erg dat in de kantine bij school verkopen ze altijd hele lekkere broodjes. En dan zit ik daar met mijn, ja, mijn kaasbroodje, weet je wel, uit een plastic zakje. Dus dan ga ik altijd naar een gozertje toe. En die geeft dan altijd geld als een soort van bank van de school. En dan gaat iedereen daar naartoe om geld te vragen. En dan schrijft hij alles op en dan maakt hij daar aantekeningen van. En dan ziet hij precies hoeveel geld jij nog in lening hebt staan bij hem. En ja, onder andere sta ik nu echt al aardig in het rood bij die gozer. Dus, jij hebt een schuld? Ik heb een schuld bij die gozer, ja. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb hier deze 200 euro. Die is voor en van jullie. Mag je mee doen wat je wil. Alleen hoorde ik net dat jij gewoon een gat in je hand hebt en eigenlijk gewoon een beetje problemen hebt. Dus weet je wat ik dacht? Weet je, neem jij het maar. Wat vinden jullie daarvan? Ja, daar kan ik mijn schulden wel mee afbetalen. Dat gaat zeker helpen. Maar het was wel voor jullie allemaal, dus ik weet niet of jullie akkoord gaan of jullie zeggen van goed plan. Ik vind het prima zo. Wie weet ga je dan wel opnieuw de schulden in en dan hebben wij ons geld aan jou gegeven. En je hebt gat in je handen. Je gaat, nou ga je het kunnen dat ik mijn schulden afbetaal en dat ik daarna verantwoord met mijn geld omga? Ik weet niet of dat slim is. Nee, ik weet het ook niet. Dadelijk val je terug en dan is ons geld van ons allemaal weg. En aan de ene kant wil ik het geld wel hebben, maar ik snap het ook wel als het geld naar iemand anders gaat. Ik was zo van ja, ik denk dat het eerlijk verdelen beter is, maar ik weet het niet. Oké, okay, ik heb een goed hart jongens. Ik zie ook wel in dat het misschien wat eerlijker is om het allemaal te verdelen. Ook omdat het ook voor jullie was natuurlijk. Dus hier. Dankjewel. Dus is een gelijke verdeling een eerlijke verdeling? Kan ik die conclusie nu trekken? Ja. Nou, ja, dat is de vraag. Kijk, mensen die vaak heel veel verdienen hebben vaak ook lange studie gehad. Mm-hmm. En hebben er hard voor gewerkt. Ja. Dus helemaal eerlijk is het niet. Ik ken iemand die maakt de quote 500. Ja, dat ken ik. Ja, dat is een tijdschrift met al die rijke mensen. Precies. Ik heb er nog nooit van gehoord. Echt niet? Quote 500. Hij is behoorlijk rijk en hij weet ook veel van rijke mensen af. Sander Schimmelpenning. Dan ga ik jullie een locatie sturen. Dan weten jullie waar jullie naartoe moeten. Is dat het niet? Oh, dat is zo cool. Ik denk dat ze in dit ding zijn. Hij heeft ook echt zo'n denktank stickertje. Ja, zo cool. Zo gaaf. Oh my god, royalty. Hier is ook echt wat drinken wat we kunnen pakken. Alles hier is simpel. Kan niet lang met je praten. Informatie hebben voordat jullie naar Sander gaan. Maar het is wel een beetje saai. Dus als jullie heel aandachtig kijken, echt luisteren, dan krijgen jullie ieder 10 euro erbij. Nice. Okay. In Nederland moet je over alles wat je verdient belasting betalen. Met het belastinggeld worden onder andere wegen en scholen, maar ook uitkeringen betaald aan mensen die geen werk hebben. Verdien je weinig, betaal je weinig belasting. Verdien je veel, dan betaal je veel belasting. Maar hou je nog steeds veel over? Als je dat geld slim investeert, dan kun je nog meer geld verdienen. En over dat nieuwe geld hoef je bijna geen belasting te betalen. En zo kun je als rijke makkelijk nog rijker worden. En dat is als arme lang niet zo gemakkelijk.